Ik ben aan het spijbelen van de yoga teacher training. En ik ben zo slecht als spijbelaar. Ik denk dat dit de derde keer in mijn leven is dat ik ooit spijbel op school. Ik ging altijd omdat ik het één leuk vond en twee het veel te leuk vond om te rellen op school. Iemand was net ook op die deur aan het bonzen omdat ik hem van binnen dichtgeschoven had. Kan zijn dat het de neefjes van de familie zijn, maar ik ben echt als een dood dat zaadje weer voor de deur staat. Ik dacht ook net dat ik hem beneden hoorde praten. Weet je wat het is? Het is niet dat ik bang voor hem ben of zo, maar ik heb oprecht gewoon zo geen zin om met hem te praten. En ik denk echt, leave me alone. Ik heb nu mijn eigen yoga matje maar uitgeklapt en ik ga de oefeningen gewoon zelf doen. Ik vind yoga oprecht echt, echt heel erg leuk. Dus ja, waarom zou ik dat achterwege laten? Ik heb hem na één sessie al gesloopt. Deze heb ik trouwens bij de Action gekocht voor maar 4 euro. Voor het geval dat ik ooit op een Indian treinstation moet slapen. Maar hij kwam nu ook wel goed van pas. Oké, het was dus Luna die aan de deur stond te bonzen. Ze had net een berichtje gestuurd. Ik moet hier weg. Het is 9 uur. Over een uurtje zijn ze klaar. En ik heb absoluut geen zin aan om gewoon mensen te spreken. Ik zei wel tegen Luna, als jullie vanavond een juice gaan drinken, dan wil ik op zich wel met jullie mee. Ik vind het gewoon gezellig. Niet als Saadje meegaan. Daar heb ik gewoon nu echt even gewoon totaal geen behoefte aan. Dus ik ga wel even kijken of ik hun vanavond ga mieten. Nu ga ik lekker even eten bij Mansour. Want dat is gezellig. No, het is gesloten. Was op zich wel te verwachten om 9 uur 's ochtends. Ik moet even wat eten zoeken. Alles is dicht. Ik geef niet op hoor, want ik ruik hier eten in de buurt. Yes, ik heb eten gevonden. Een kikkererwtencurry en iets van, ik heb oprecht geen idee wat het is. Een soort van pannenkoeken van noedels of zo. Wow, kijk dit, hoe cool. Ik weet niet wat voor eten dit is, maar het ziet er goed uit. Mijn oma kon dit ook vet goed. In Yugo heb je zeg maar een gerecht dat heet pita of burek. En dan moet je dus ook zo deeg kneden. Vet. Hij is echt een pro. Yeah, maak is weer gevuld. Mijn beltgoed is op, dus ik ga even checken of ik ergens nieuwe credit kan kopen. Sweet. Ik heb weer interwebs. Ik heb trouwens nagedacht over het maken van een yoga video. Maar een goede klas duurt gewoon ja, minstens 1,5 uur. Dus ik ga geen video van 1,5 uur maken. Bovendien vind ik YouTube niet echt het platform voor een yoga video. Weet je wel, dan moet je gewoon op de grond liggen en gewoon in je eigen wereldje zijn en niet naar een scherm kijken. Het lijkt me wel echt heel leuk om les te geven wanneer ik weer in Nederland ben. Als ik dat haal, je weet het maar nooit. Volgende week vrijdag zou ik klaar moeten zijn, maar we gaan zien wat er gaat gebeuren. Waar ik wel over nadenk is om een video te maken van 5 minuutjes puur ter ontspanning. Dus dat je gewoon lekker achterover gaat liggen en dan die video aanzet. Misschien als je even tussendoor op je werk gewoon te veel stress hebt of weet je wel, aan het leren bent voor toetsen of dat soort dingen. Laat even weten in de comments of jullie dat zouden willen. Kijk nou, dit is een school en dat is ook een school. Hoe mooi zijn die kleurtjes? Ik wou echt dat mijn school er vroeger ook zo uitzag. Super cute. Ik ga zo meteen een koffietje drinken met Laura, die in Bangalore woont en nu in Kochi is. Maar terwijl ik wacht, neem ik even alvast een lemon juice. Laura! All the way uit Bangalore! Ja. Vertel even, je studeert? Ik studeer industrieel productontwerp op de Haagse School. Yeah. En voor mijn afstudeerstage werk ik nu een half jaar in Bangalore. Ja. En nou ja, ik zag natuurlijk dat Ivana ook in India zou zijn. Dus ik dacht, nu moet ik mijn kans pakken. Ja. Want ja, wanneer kom je elkaar anders tegen? Ja, super gezellig. Ik vind het echt, echt awesome. En Laura, die heeft dus zelf ook een YouTube-kanaal. Ja, ik maak wel filmpjes in het Engels. Dus, maar ja, maar je kan sowieso wel kijken. Want ik bedoel, beelden, weet je, zeggen gewoon meer dan 1000 woorden. Dus ik link haar kanaal even hieronder in de beschrijving. Mocht je benieuwd zijn naar leven in Bangalore, dan moet je daar even naar kijken. Wauw, moet je kijken. Laura die heeft net bananen en dadels gekocht. Kijk hoe die vrouw het heeft ingepakt. Dat is echt adorable. In krantenpapier en ook echt dat draadje eromheen. Vet cute. Thank you. Bye. Oh, zo lekker. Ja, ben je aan het genieten? Ja, echt heel erg. Enjoy it to the fullest. Ja. Als je naar India gaat, moet je echt de dosa's. Okay. Oeh, dit is masala dosa wat ze nu heeft met, wat is het? Curd, denk ik. Ik denk dat het dal is. Dal? En dit is dan sambar. Ja, dat is niet onze sambal. Het is zeg maar een soort van curryachtig iets. En dan dosa, pannenkoek. Ja.
Oh. Wauw, ook nog sizzle in. Wauw. Lekker hoor, geniet er maar van. Het is een beetje een combinatie van zout en zuur. Ik had net de vlog van gisteren geëdit en ik had er vandaag ook met Laura over. Ik kom veel te kalm over wat deze situatie betreft. Dat komt omdat ik in mijn meest woeste moment niet de camera aan ga zetten. Want op dat moment wil ik zelfs niet eens dat iemand me aanraakt. Laat staan dat ik tegen een camera ga praten. Deze teacher training is echt niet voor, is gewoon niet voor watjes. Mocht je dit willen doen, denk dan alsjeblieft niet dat het heel leuk elke dag even de houdingen is en een beetje leuk zitten en mediteren. Nee. Je grootste demons over jezelf, over wat je hebt meegemaakt, ga je tegenkomen. Over het algemeen heeft hij gelijk. Laten we zeggen dat hij 80% van de tijd gewoon gelijk heeft. En dat je diep in jezelf moet graven. En gewoon bereid moet zijn om de allerlelijkste kanten van jezelf te zien. Als je niet bereid bent om dat te doen, dan moet je deze teacher training absoluut niet doen. En 20% van de tijd heeft hij gewoon geen gelijk. Ik wil hier ook weer zo snel mogelijk weg, want ze zijn nu aan het eten. En ik heb geen zin dat je weet wel wie zo meteen weer voor de deur staat. Hashtag vluchtgedrag, hashtag care, hashtag honger. Laura en ik zijn gezellig samen aan het eten. En jij hebt een biryani, toch? Ja, nee, een fried rice gewoon. Oh, gewoon fried rice, ja. Oké. En ananassap, vers gemaakt, net ja. Hebben we gezien. Super lekker zoet. Ja. En ik heb paneer. What else? Paneer, butter masala, chapati en ook ananassap. We zijn eventjes gezellig met z'n allen Uno aan het spelen. Morgen ga ik het gewoon weer proberen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.